Hallo iedereen, welkom weer in een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Als je YouTube kijkt van YouTubers... als je veel op YouTube kijkt... Wat wil je zeggen? Ja, wacht. Als je een beetje op YouTube aanwezig bent en video's kijkt... Dat zijn ze toch nu? Ja. Dan ken je vast wel de naam Amber... Emma... Oh my god. Jeetje. Dat is te lang geleden. Dan ken je vast wel de naam Emma Chamberlain. En dan denk je misschien ook al meteen aan haar koffie. Een van haar laatste producten die ze heeft uitgebracht onder haar naam. Ik kijk best wel vaak haar video's en ik heb best wel vaak die koffie voorbij zien komen. En toen zag ik dat ze ook nog haar brand veranderd heeft en ook nog uitgebreid heeft. Dus ik appte naar Tara van het lijkt me eigenlijk superleuk om wat van haar koffie te bestellen. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Zullen we eerst laten zien wat we hebben besteld? Oké, we hebben 3 soorten koffie besteld. Dus we hebben de Early Bird Blend. Dan hebben we de Original Family. Deze is het meest populair. En dan de Social Dog. En het verschil zit hem vooral in de smaaksoort en de, hoe het geroost is. Dus en deze hoe sterk medium. Die is, toch? En hoe sterk die is. En deze heeft een sterkte 4. Je kan het zien aan de gekleurde koffieboontjes. Wat ons opviel aan de verpakking is dat hier staat medium roast smooth rich. En dan staat er notes of en dan stopt het. Dus ik weet niet zeker of er een foutje zit in deze verpakking. Maar we zijn eventjes naar de website gegaan om te kijken wat het dan wel is. En daar lezen we een... Er staat een rich and vibrant medium roast with juicy... Jeetje, wat een zin. Similar to biting into chocolate covered cherry. Als we dan gaan naar deze. Dit is de Early Bird Blend. En nou ja, zoals de naam al zegt, deze is voor goed in de ochtend. En deze is ook super sterk. Namelijk 5 koffieboontjes. Subtle tartness of green apple en citrus. Sweet caramel syrup body. En creamy milk chocolate finish. Nou, het klinkt echt fantastisch. Het klinkt heel complex. En dan hebben we nog onze andere smaak. Dit is de Social Dog. Dit is een medium roast velvety sweet. 4 koffieboontjes sterkte. Zou een beetje kunnen smaken naar milk chocolate, geroosterde pinda's, bruine suiker en graham cracker. Nou, je kon het al zien aan de verpakkingen net. We hebben hier 2 soorten koffie. Waar ze oorspronkelijk mee is begonnen namelijk is, dat zijn eigenlijk een soort van theezakjes, maar dan zit er koffie in. Dus dat leek ons wel heel erg geinig en leuk om uit te proberen. En dan heeft ze nu sinds kort ook een zak met hele koffiebonen heeft ze uitgebracht. En Tara heeft zo'n machine, dus we zijn gewoon vandaag bij haar thuis om deze ook uit te kunnen proberen. En we hebben hier nu eventjes 3 smaakjes besteld. Volgens mij zijn er in totaal 5 uit mijn hoofd. Zou best kunnen. Niet alles was nog op voorraad, dus vandaar dat we eventjes zo onze selectie hebben gedaan. Nou, ook wel handig om te weten zijn de prijzen. Elk product, dus de zak koffiebonen en dan bijvoorbeeld de steeped bags, die gaan per 10 stuks. Die zijn 18 euro. Ze hebben gewoon een EU-website. Dat betekent dat we gewoon vanuit Nederland makkelijk kunnen bestellen zonder dat je met invoerrechten zit en dergelijke. De verzendkosten daarvoor waren 8,50 euro. En ik heb er ongeveer 1,5 weken op moeten wachten. Maar ik ben heel erg benieuwd om uit te proberen of de koffie van Emma wat is. Ja, en wat je misschien al was opgevallen is dat deze verpakking, die is dus heel leuk. Het is een leuk doosje. Hier zitten dus, mag ik hem openmaken? Hier zitten dus ook weer van die zakjes in. Kijk. Oeh, maar een heel leuk kleurtje. Deze, die kwamen dus allemaal los. Dus wij snappen niet helemaal hoe het zit met de verpakking. Het ging niet helemaal soepel inderdaad. Want toen we eerst bestelden kregen wij alleen deze en de zak binnen. En toen ontbrak Social Dog Blend. Toen ik die dus nog nabesteld ontvangen heb, toen kwam die dus in een doos. Ja, dus toen had hij ineens deze verpakking. De factuur die ontbrak en ook geen persoonlijk briefje of zo. Of nog een bedankbriefje. Dus... Wij hebben zeg maar zelf ook een webshop en bestellen ook wel eens dingetjes. Vandaar dat het misschien bij ons ietsje sneller opvalt. Het is een video review, dus we hadden iets van, we moeten dit ook nog heel eventjes laten weten. Maar ik denk dat jullie net zoals ons super benieuwd zijn naar hoe de koffie überhaupt smaakt. Hoe het allemaal werkt. Tara heeft eventjes het doosje helemaal in elkaar gezet. En dat vind ik wel echt heel leuk te uitzien. Dus je moet gewoon het bovenkantje, die hebben we eraf gehaald. Kan je hem zo op je keukentafel zetten. En dan heb je wel heel netjes al die zakjes zo. In plaats van... In plaats van dat. Dat zo eraf geleid. Dus dit is wel heel cute. Nou, Tara is ondertussen eventjes haar koffiebonen eruit aan het scheppen. Want dat zijn andere bonen. Dus we gaan die natuurlijk even vangen voor die van Emma. Zo, we hebben de zak opengemaakt. En we vinden in ieder geval dat deze verpakking al heel erg netjes is. En handig en heel goed hersluitbaar, mocht je zeg maar niet alle bonen gaan gebruiken. Oké, dus we gaan deze nu proeven. De hele bonen uit de machine.
Ik wil er wel eventjes bij zeggen, ik hou van koffie, maar ik ben geen expert. Nee, zeker niet. Maar goed, er zouden dus noten van kers en chocola in zitten. Hij is wel lekker. Hij is zacht. Hij is zacht inderdaad. Ja, hij is niet zo bitter of zo. Het is een medium roast. Smooth and rich. Ja, want ik moet zeggen, ik drink eigenlijk altijd mijn melk of mijn koffie wel met melk. Omdat ik, ja, zwarte koffie, zover ben ik nog niet. Maar hij smaakt zo zacht dat ik het lekker. Zo nog zonder zou kunnen drinken. Ik zou niet zeggen of er chocola of kers in zit. Echt zo ver gaat mijn smaak. Dat proef ik helemaal niet. Ding is niet. Ik moet zeggen, ik vind hem echt zachter dan ik gewend ben van jouw koffie bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ik wel lekkerder vind dan wat ik had. We hebben dus heel even een half kopje gemaakt hoor. Want anders dan staan we echt te stuiteren straks. Ik ben echt wel hierover te spreken. Ja. Dat hij is wel, dat hij zo lekker zacht is. Hij is inderdaad gewoon smooth and rich. Dat is denk ik wel de juiste beschrijving. Ja, hij is wel lekker. Hij is zacht. Ik vind hem wel chill. Wat ik er ook nog even bij wil zeggen is dat hij dus wel zacht smaakt. Maar wel echt... hij is wel sterk, zeg maar. Het is wel een sterke koffie. Maar gewoon zacht als in... fluffy. Ik weet het niet. Oké, de volgende koffies die we gaan maken zijn de Social Dog en de Early Blend. En we gaan dit dus... in kokend water dippen. En we zagen dat het 8 ounces moet zijn. En we hebben het even omgerekend. Dat zou 236,58 milliliter moeten zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon ter grootte iets minder dan een mok. We doen het nu eventjes heel officieel met een maatbeker. Omdat we gewoon, ja, het is voor het eerst om het uit te proberen. Maar ik denk op een gegeven moment als je gewoon lekker deze zakjes hebt. Dan weet je zelf wel een beetje... hoeveel water je nodig hebt voor de juiste hoeveelheid. Ik ga even kijken hoe dit eruit ziet. Oeh, it's a pretty big bag. En dan mochten we deze dunken. Nou, misschien is het glas toch wel bijna de inzien een beetje te klein. Maar we gaan wel even kijken hoe goed dit gaat. Ik zag ook dat het fully compostable, composteerbaar. Ze hebben wel over duurzaamheid nagedacht. Maar dit is wel, dit is niet hoe ik normaal mijn koffie maak. Dus dit is wel apart, vind ik. Ja, volgens mij is deze nu helemaal nat. Dus nu kan je deze een tijdje zo dunken. Staat op de verpakking. Maar voorzichtig, want hij zit zo vol. Het is een flinke... Het is niet weinig koffie. Oh, je moet het maar 15 tot 30 seconden doen. En dan moet je hem loslaten. Deze laten we nu dan 5 minuutjes gewoon stilzitten in het glas. Zo, de timer is net afgegaan. We zijn dus 5 minuutjes verder. En dit is hoe de koffies eruit zien. Ik moet zeggen, ik vind de kleur niet heel erg donkerder uitzien. We hebben de koffie heel veel in een maatbeker geschonken. Zodat we het ieder in ons eigen glas kunnen schenken. Oh, dan ziet het toch wel donkerder allemaal uit, hè? Dit was Social Dog. Deze heeft 4 van de 5 boontjes. Dus hij is al echt relatief sterk. Maar er zijn sterkere koffies. Full-bodied, complex, smooth. Met noten van melkchocolade, peanuts, brown sugar, graham cracker finish. Oh, dit is echt... Wat een slappe bak is dit. Oh my god, dit is echt niet... helemaal niks. Oké, dit ziet er al veel beter uit. We kwamen wel meteen tot de conclusie van, ja, wie heeft hier tijd voor in de ochtend, toch? Ja, en je koffie is niet meer warm. Nou ja, het is nog lauw. Proeven, deel 2, iets sterker. Zeker veel beter. Zeker veel beter. Mm. Niet zo sterk als die van de bonen. Maar daar doe ik ook veel minder water bij. Dus misschien is dat ook het grote verschil. Ik denk, ja, in Amerika drink ze sowieso echt van die grote loeiers koffie, hè. Van die grote mokken. Maar ik vind het niet vreselijk. Ik vind hem nu wel een stuk sterker. Maar mijn voorkeur gaat uit naar de eerste koffie. En dan is het nu tijd voor de volgende smaak. We gaan door naar de Early Bird Blend. En dit is de... dit is degene die het allersterkst is. Uiteraard hebben we deze dus ook er wat langer in laten zitten. Pak een beetje 10 minuten. Nou, dit is dus een light roast, dus heel licht gebrand. Smaken in zitten van een beetje een zuurheid van green apple en citrus. Maar ook sweet caramel, syrup body en een creamy milk chocolate finish. Dus hij is aan de ene kant een beetje zuur, kennelijk. En aan de andere kant een beetje creamy. Oh ja, proef wel dat zuurtje, zeg maar. Het zuurtje wel. Hij is op zich wel makkelijk, niet bitter inderdaad. Hij is minder bitter dan de vorige. Dus dat kan kloppen door die light roast. Maar ik vind hem alsnog weer heel erg slap. Ja, ik vind hem slap, maar ik vind hem ook gewoon niet zo lekker eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Er zit iets in wat ik niet chill vind. Maar dat kan. Ik bedoel, iedere... Ik vind deze denk ik wel lekkerder dan de andere. Ieder zijn smaak is anders. Echt waar? Ja. Oké. Nou, daar gaan we al. Maar qua sterkte, daar merk ik helemaal niks van nu, op dit moment. En ik denk dat omdat dit dus die instant zakjes zijn, dat dat toch
misschien wat minder lekker werkt. Nou, zoals je misschien al hoorde, zijn we tot nu toe nog niet heel erg te spreken over dus de steeped bags. Daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Ja, het is tot nu toe gewoon eigenlijk heel erg waterig. Maar als je dus ook Emma en haar video's volgt, dan weet je vast wel dat zij heel vaak deze zakjes gebruikt om een cold brew koffie mee te maken. Ja, en dan ga je hem ook echt 12 tot 24 uur laten trekken. Dus dat is sowieso wel wat sterker dan dat we nu doen in heet water. Oké, we gaan de cold brew maken. Dus ik heb hier een pot. Ik vond dat wel hipster. Koud water eroverheen. Pas net. En that's it. En dan moet deze dicht. Want je moet je mok of iets wel afdekken. En dan zet je deze in de koelkast neer. Oké, we zijn nu een dag later en ik heb de cold brew uit de koelkast gehaald. En zoals je kunt zien is die echt heel erg donker. Dus ik ben heel erg benieuwd of die inderdaad lekker sterk is. Ik heb een glas met ijs, havermelk en nou ja, that's it. Ik doe er verder geen suiker in, dat vind ik niet lekker. En dit is dus de koffie die ik had gebruikt, de Social Dog. Oké, daar gaat hij. Havermelk. En een metalen rietje. Ondanks dat ik er echt heel veel havermelk in heb gedaan, ziet het er nog steeds uit alsof die sterk is. Oh ja. Oeh, hij is nog goed sterk ook. Hij is lekker. Oh, ik was een beetje zenuwachtig van, oh, gaat dit nou weer een slappe bak zijn? En vind ik het dan heel jammer. Het is gewoon echt een goede, sterke koffie. Er kan zelfs nog meer havermelk bij. Dit is wel echt succes. En ik denk dat dit ook wel heel erg lekker kan zijn met misschien nog wat hazelnootsiroop of zo. Maar ik drink eigenlijk mijn koffie niet zo zoet. Dus ik weet niet zeker, dan zou ik er niet te veel van indoen. Maar hij is echt heel erg nice. Dus van deze, van het de zakjes koffie, dan vind ik de cold brew wel echt veel meer geslaagd. En ik denk gewoon omdat het veel langer de tijd heeft kunnen nemen om te trekken. Dan is het wat sterker en dat vind ik persoonlijk gewoon wel veel lekkerder. Nou, en dit was dus 4 sterkte boontjes. En Larissa die test degene met 5 koffieboontjes qua sterkte. Dus die is nog wat krachtiger. En aangezien ik deze al heel erg krachtig vind, ben ik heel erg benieuwd of Larissa die van haar te sterk vindt. Of misschien ook juist perfect. Dus ja, haar reactie, dat ga je nu zien. Hallo iedereen. Het is tijd om eventjes de koffie te gaan proeven. Ik vind het wel heel chill dat ik dus eigenlijk nu gewoon weet dat die klaar is. Ik ben heel benieuwd of die echt een stuk sterker is dan eerst. Zo, ik heb hem ook eventjes in een pot gedaan. Dus ik ga hem even overschenken in een beker. Op hoop van degen dat ik niet alles loop onder te gooien hier. En mijn ijskoffie zet ik altijd in zo'n beker. Vind ik gewoon leuk. Alright, ijskoffie is gemaakt. Dus het is wel heel erg chill dat hij eigenlijk echt meteen klaar was. Ik weet het niet. Ondanks dat deze dus echt super sterk had moeten zijn. Nog sterker dan degene die Tara had. Vind ik het eigenlijk heel erg tegenvallen. Ik bedoel, aan de kleur te zien heb ik er best wel wat havermelk bij gedaan. Maar ja, ik weet het niet. Hij is echt veel minder sterk dan ik had verwacht. Nou, we vonden het dus super leuk om deze koffie te proberen van Emma. En hopelijk vonden jullie het leuk om onze eerlijke reactie hierover te horen, zeg maar, ja. Te zien. En dus ook van hoe het verzonnen was tot aan hoe het proeft en dergelijke. Ja, en ik vond het super leuk om een product van haar uit te proberen hier thuis gewoon in Nederland. Ja, we zijn wel een beetje fangirls, dus vandaar ook. Ja, we hopen dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog achter te laten en tot in de volgende. Doei! Doei.